Goedenavond allemaal. Welkom weer bij Facebook Live. Vandaag maken we een variatie op dit kaartje, dus dit model, maar dan met andere papiertjes en andere dingetjes. Deze heb ik gemaakt voor de demodagen. Nou, niet voor de demodagen, maar om een beetje reclame te maken voor de demodagen. Ik heb de letters gebruikt van Marianne Design, het XXL alfabet. En de kleine letters van Gummi Japan. De cijfers zijn ook van Marianne Design. En de achtergrondjes heb ik gemaakt met een stencil. Ik hoop dat het beeld vanavond goed blijft. Een paar weken terug was het een beetje slecht. Ik leg deze even weg. Nou, we hebben voor de basis hebben we nodig 2 stukjes papier, 1 strookje kaartstok van 11 bij 28. Je moet het daar een beetje op maat snijden. En een stukje kaartstok van 9 bij 13. Pardon. Dan ga ik eerst deze eventjes doen. En dan ril ik hem op 7 centimeter. En op 14 centimeter. En op 21 centimeter. Zo. Deze even aan de kant. Prima beeld, lees ik. Nou, dat is fijn. Dat is alweer een zorg minder. Zo. Kijk, dan hebben we het modelletje hebben we al. Het is eigenlijk heel simpel. Je moet alleen wel een klein stukje eraf halen. Dan leg ik deze even op. Zeven centimeter. Bij mijn snijapparaat. En dan zou ik nu moeten kloppen. Ja, nou dit is de basiskaart. En dan hebben we voor dit stukje, hebben we dit papiertje nodig. Het beeld gaat op en neer, lees ik bij Ronnie. Misschien helpt het als je je Facebook een keer ververst. Dit stukje, dit papiertje gaan we eventjes aan allebei de kanten rillen op 1,5 centimeter. Zo, en aan de andere kant ook. Dan vouwen we die randjes ook even om. Zo. Is het nog steeds of die aan het inzoomen is? Ik heb gekeken of ik iets kan aanpassen aan mijn instelling, maar dat lukt dus niet. Wacht even, dan vergeet ik iets.
Kijk, dan heb ik de randjes heb ik omgevouwen. En dan leg ik hem helemaal tegen de kant. En dan ril ik hem nog een keer op 6 centimeter. En dat is dan precies in het midden. Geef nog even de maten door, vraagt Nettie. Deze strook is 11 bij 28 en dit strookje is 13 bij 9. En dan mag je hem rillen op 7, 14 en 21 centimeter en bij deze alleen de twee buitenkantjes op een halve centimeter en dan op 6 centimeter. Nou, ik lees nog steeds dat het niet goed gaat met het beeld. Ik weet ook niet wat ik eraan moet doen. Dus. Ik film met mijn telefoon. Dus. En ik heb gekeken bij de instelling, maar ik kan er niks aan veranderen. Dus. Even kijken, dan heb ik voor deze, dit kaartje wordt een kerstkaartje. En dan gebruik ik het blokje van Landvan. Dat is een vrij nieuw blokje. Er zitten allemaal hele lieve papiertjes in. Schattig blokje. Dan heb ik al wat papiertjes op maat gemaakt. Pak ik even de tape, ga ik ze even vastzetten. Ik denk dat ik nou buiten beeld zit. Nou, het zijn een beetje wisselende berichten. Bij sommige mensen is het goed en bij sommige mensen is het een beetje wiebelend. Ik weet ook niet zo heel goed wat ik eraan moet doen. Nou, de stukjes papier zijn net ietsje kleiner dan, dan de basiskaart. Dus dat je net overal nog een wit randje overhoudt. Ik wil zorgen dat het een beetje recht gaat. Dat gaat een beetje mis. Kan ook wel eens gebeuren. Een beetje heel erg mis. Nou, ik even een nieuw kaartje snijden. Beeld is nu prima, zegt Ronnie. Nou, dat is fijn om te lezen. Even kijken hoor, want ik zit het een beetje te verprutsen. Maar dat geeft niks.
Dan doen we het gewoon even opnieuw. Opnieuw. Ja, nou klopt hier. Dan moet ik het designpapiertje ook even opnieuw uitsnijden. Dat ging ook een beetje mis. Gelukkig heb ik hem nog. Kijk of het zo een beetje klopt. Dan pak ik een stukje af. Zo, nou. Gaan we nog een poging wagen. Zo. Kijken of het nu wel lukt. Dat is beter. Mieke zegt dat ze de commentaren niet kan lezen.
En als je op opmerkingen drukt, Mieke, krijg je ze dan misschien in beeld. Nee, ook niet, zegt Mieke. Maar dan weet ik het eigenlijk ook niet zo goed. Misschien weet iemand anders het. Hoe Mieke de commentaren kan lezen. Dag Han, fijne avond. Han moet er vandoor, zegt ze. Ach Mieke, heb je je pols gebroken? Dat is niet zo mooi. Ben je even uitgeknutseld? Dat is jammer. Nou, ik heb het allemaal wel eens netter gedaan, moet ik zeggen. Dit klopt ook helemaal niet, dat is veel te lang. Maar ja, kan gebeuren. Zo. Dan gaan we even verder met het kleine papiertje. Deze papiertjes voor uitgesneden al. Henriette vraagt, zijn het vier verschillende motieven? Nee, die twee zijn gelijk. En ja, wel trouwens. 1, 2, 3, 4. Ja, wel vier verschillende. Maar in het boekje zitten er volgens mij, in het blokje zitten er 12 verschillende motiefjes. En de stukjes papier heb ik net iets kleiner gesneden dan 11 bij 7, dus 6,5 bij 10,5 ongeveer. En deze is nu iets te lang, omdat hij opnieuw moest. Zo.
plakken we deze even op. Ronnie vraagt nog een keer de maten. De grootste strook kaartstok is 11 bij 28. En dan rail je hem op 7, 14 en 21 centimeter. En het kleine stukje kaartstok is 9 bij 13 centimeter. En dan rail je hem aan elke kant van het papiertje een halve centimeter. Dan hou je 12 centimeter over. En dan rail je hem nog op 6 centimeter. Dan zit je precies in het midden. Zo, dan plakken we deze aan de andere kant. Zo, dan leg ik deze even aan de kant. Dan ga ik er even een cirkeltje uit snijden. Dan krijg je dadelijk een soort doorkijkje. Dus bij de andere, bij de voorbeeldkaart had ik het gewoon dicht gelaten. En nu snij ik er een cirkeltje uit. Zet ik hem even vast. Volgens mij klopt het zo ongeveer. Even kijken of dit wel goed gaat. Dan zal het beeld wel een beetje trillen, denk ik. Zo. Oh, dan krijg ik natuurlijk de washi-tape er weer niet af. Zit niet mee vandaag. Ik heb ook helemaal geen nagels, dus dat schiet ook al niet op. Nou, het gaat goed. Kijken of het hier ook lukt. Ja, zo. Nou, dat is gelukt. En dit is dan voor de. Dit komt dan op de kaart dadelijk. Zo. Dan had ik al wat dingetjes uitgestanst en gestift met Copic markers. Pingwingetjes ook van Lanvin. Ja, purple tape, dat moet ik eigenlijk ook een keer kopen, ja. Dat heb ik nog steeds niet. Dan ben ik bij Marloes en dan vergeet ik het weer. Dan kan ik eventjes op het lijstje schrijven. Zo.
gebruik ik, werk ik buiten beeld. Dan moet ik even. Even kijken, ik werk te laag, denk ik. Misschien. Zo. Die had ik dan hier zo bedacht. Kijk, ik denk dat het zo mooi is. Ja. Wil je iets meer naar boven werken? Ja, ga ik doen. Ik hoop dat het zo beter is. En wat meer naar links als het kan. Dat kan ook nog, denk ik. Zo, dan hebben we de pinguïnetjes. Gaan we dadelijk even kijken hoe we dat het beste kunnen uitlijnen. Dan gaan we eerst even het voorste stukje erop plakken. De gekleurde stukjes die zijn ongeveer een halve centimeter kleiner dan, dan de kaartbasis, Ronnie. Dus hier zijn ze ongeveer 6,5 bij 10,5. En hier zijn ze ongeveer 6,5 bij 8,5. Dus dan moet ik dit eventjes vastzetten. Dus dan plak ik een stukje tape op, op dat gerilde stukje van 1,5 centimeter. Even kijken, José die vraagt, hoe groot is de cirkel? Nou, dat is een goede vraag. Dan zal ik eens even opmeten. Ik denk 5 centimeter of zo, doorsnee. Ik zal eens even meten. Oh nee, iets meer dan 6. En dit stukje is 9 bij 13 en dan ril je hem aan allebei de kanten 1,5 centimeter, dus dan hou je 12 centimeter over. En dan ril je hem op 6 centimeter. Dan heb je precies, zit je precies in het midden. En nou moet ik hem toch heel even een beetje naar me toe halen, anders dan zie ik niet goed wat ik doe. Dus dan ben ik heel even een beetje buiten beeld. Kijk, want deze vouwlijn, die moet dan precies in die andere vouwlijn vallen. Anders krijg je hem straks niet goed dichtgevouwen. Dus dat moet wel een beetje precies.
Zo. Kijk, en dan krijg je dit effect. En dan heb je ook een doorkijkje. Dus dan gaan we nou even kijken waar we de pinguïns neer gaan plakken. Ik denk eentje daar. En eentje aan de andere kant. Zo. En ik plak het niet op met foamtape, want dan wordt het een beetje te dik, denk ik. Dus ik doe het gewoon zo. Die doen we hier. En deze plak ik hier. Kijk, dan zie je ze door het cirkeltje, zie je ze... Nog, en je moet ook dan opletten dat hij niet over de vouwlijn gaat, want dan beschadig je hem. Dus er moet echt eentje op de ene helft en de andere op de andere helft. En die gaat dan als het goed is nog naar binnen. Nou, het klopt nog helemaal. Als het goed is komt hij ook weer zo vanzelf naar buiten. Nou, dan heb ik er nog twee voor aan deze kant. Ronnie, de cirkel heb ik hier opgeplakt en gewoon uitgestanst met de Big Shot. Zo. Nou, plakken we deze een beetje hier. Die kan dan ook weer niet op de vouw, want dan vouw je hem ook mee. Deze hier. Dan heb ik nog een paar sterretjes uitgestanst. Eerst gestempeld. En ingekleurd met Copic. Dus die gaan we nog even bij doen. En je kunt natuurlijk heel veel variaties bedenken op deze kaart. Het kan ook voor alle gelegenheden gebruikt worden. Zo. Nou, die plak ik gewoon maar een beetje zo net wat uitkomt. Komt niet zo heel nauw.
is het belangrijkste dat je uit de vouw blijft, want anders dan beschadig je de spulletjes als je de kaart in elkaar vouwt. En dat zou zonde zijn. Dat doe ik hier. Volgende week zijn dus de demodagen. Komen jullie allemaal gezellig? Ik mag ook 2 dagen workshops geven. Ik zou het leuk vinden als jullie bij mij aanschuiven. Kijk, nou, de sterretjes die zitten er. Of de sneeuwvlokjes. Dan heb je zo'n doorkijkje zo. Met de pingwingetjes. Nou, dan heb ik hier voor de buitenkant heb ik nog lettertjes uitgestanst van Marianne die zijn. Het XXL alfabet. En ik heb ze uitgestanst met dubbelzijdig tape. Dus ik kan ze zo opplakken. Ik moet alleen even kijken hoe het het beste uitkomt. Zo, ik mag wel iets opschrijven. Maar dit is ook best wel een leuk kaartje om restjes mee op te werken. Als je heel veel kleine stukjes papier hebt liggen, is deze wel, dit modelletje wel geschikt voor. Want het zijn eigenlijk allemaal kleine stukjes die je gebruikt. Hoe heb je de letters gemaakt, vraagt Henriette. Die heb ik uitgesneden met de Big Shot. Dat zijn de mallen van Marianne, die zijn XXL alfabet. En dan heb ik een dubbelzijdige tape onder gedaan. En dan krijg je eigenlijk een soort sticker. Dus dan doe je van tevoren dubbelzijdige tape op je papier. En dan snij je de letters uit. En dan kun je ze zo opplakken. Zo. Dan heb ik ook voor. Deze. Kijk dat hij een beetje recht ligt. Ant zit lekker op Cyprus, lees ik. Nou, dan kan ik me voorstellen dat je daar wel wat anders te doen hebt dan knutselen.
zo komt het wel leuk uit. Heb je dan misschien een vierkante stans, Ronnie? Dat zou ook kunnen, dat is ook leuk. Of met een grote bloemenstans. Je kunt eigenlijk van alles gebruiken in plaats van het rondje. Het hoeft niet per se een cirkel te zijn. En je kunt hem ook gewoon dicht laten. Bij die andere kaart heb ik hem ook dicht gelaten. Nou, dan is het kaartje bijna klaar. Dus je kunt er eigenlijk alle kanten mee op. Voor alle gelegenheden. Het is ook niet zo'n heel ingewikkeld model. Je moet alleen even goed oppassen dat je hem hier goed opplakt. Want anders dan kun je hem niet meer dichtvouwen. Maar verder is het eigenlijk heel simpel. Maar toch een keer wat anders dan een vierkant of een rechthoekige. Nou, de lettertjes zitten. En dan is dit hem geworden. Het is echt wel jammer dat het hier een beetje, het randje een beetje te lang is. Maar ja, kniezoor die erop let. Dus dan hebben we twee keer hetzelfde modelletje. En toch een heel ander kaartje. Dan mag ik nog de winnaar bekendmaken van de live van Petra van vorige week. En dat is Lizenka Schuilcommandeur. Van harte gefeliciteerd. Je mag eventjes een mailtje sturen naar info@doeweding.nl. Volgende week is er geen live in verband met de demodagen. En 4 oktober is Marga er weer. Nou, ik hoop dat jullie het leuk vonden. Dan wens ik jullie een heel fijn weekend. En ja, misschien zie ik jullie volgende week dan bij de demodagen. Fijn weekend. Groetjes.